Ik heb uw oproep gehoord en mijn 4 jaar volk is aan mij. Oké, ja. Helemaal. Ja, ja, toch, mooi Tori, mooi Tori, mooi Tori. Yes, yes. Dit is een president. Dit is een president. Volksleider. En de Adam Rotsen. De herder staat voor, dat kan je zien hoeveel vrienden u krijgt. Het is voor mij geen protest. Ik wil gewoon zien wie nog in Suriname weet wat het is om liefdevol met elkaar om te gaan. Toch? Want liefde overwint alles. Met geweld bereik je niets. Het is liefde die het meest belangrijkste is. Toch? En liefde, het moment dat je geen liefde hebt, ga je geen bruggen kunnen verzetten. Zo simpel is het. En kon redden een probleem toe natuurlijk? Ja, kon redden een probleem natuurlijk. Ik wil bijna niet echt zoveel al zoveel daarop antwoord geven. Alles wordt maar steeds geschoven in. Vorige regering, vorige regering, vorige regering. Toch? Maar dan denk je, gewoon automatisch. Go bij een wagi voegen achteruit. Je go bij een wagi voegen vooruit. Toch? En if you go bij een wagi, dan is het 1 euro, maar dan zo R euro. Maar denk jullie bij een wagi daarbij. Toch? Dus dan gaan we niet steeds moeten blikken op vorige regering, vorige regering, vorige regering. Laten we nu kijken hoe kunnen we het oplossen. Wat kunnen we daaraan doen? U heeft de afgelopen 10 jaar heeft u zelf leiding gegeven aan het land. In hoeverre bent u, voelt u zich verantwoordelijk voor een x-aantal zaken die verkeerd zijn gegaan? Nou, laten we er dit van zeggen. Elke regering die werkt, maakt fouten. Elke regering die werkt. Wij hebben verschrikkelijk hard gewerkt, dus we hebben vele fouten gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat ik me helemaal niet schuldig voel aan het gedoe van deze mensen hier. En we zijn hier gevoerd. En we zijn hier gevoerd aan 100 miljoen voor de landbouwers. En we zijn hier met je praat, hier is jullie praat tabakka. Ik bedoel dus dat gedoe van vorige regering. Una zei ze maar dat Dubai en Shella. Dus de man ook al laat ze hun werk normaal doen en als ze niet weten wat ze moeten doen, moeten ze gewoon eerlijk zijn en zeggen, mensen hebben het geprobeerd, waar niet het zo moeilijk was, volk neem je denk terug, normaal. Daarom respect ik je dan maar. Maar ze blijven draaien en graaien en rommelen. Nee, ik vind dat geen... Ik vind dat we regelrecht de afgrond gaan. Een van de excuses die heel veel mensen gebruiken is dat meneer Bouters een goede man was met goede bedoelingen, maar de mensen om hem heen slechte bedoelingen hadden. Mijn vraag aan u, meneer Bouters, is: had u deze mensen niet eerder kunnen ontslaan of uit uw regering kunnen halen? Voor een beter Suriname natuurlijk. Het schijnt een bekende slogan te zijn. Ik zou zeggen wat er nu aan de hand is. We moeten een dikke streep trekken over dit soort dingen. Wat we nu moeten doen, we moeten de handen in elkaar slaan. Zij Mita volk Nono heeft niks te maken met partij en mensen die dit en mensen die dat. Nono Umrada, Nono Umrada volk. No, eigenlijk om je paragene te gaan volk. Dat is onze taak nu. We hebben geen tijd om 10 jaar terug. Een deel van de samenleving zegt de regering moet weg. Ondersteunt u dat deel van de samenleving? Gisteren. De man met Gozes is de. En dan welke oplossing heeft u dan? Welke oplossing heeft u? We houden verkiezingen. We gaan de koppen bij elkaar zetten. Meneer Rutte komt naar Suriname, dus maandag. Hoe kijkt hij tegenaan? Meneer, we hebben zo'n gezellig gesprek. Als u over meneer Rutte begint, gaat hij dadelijk een ambulance bellen. Maar dan heb mijn broeder bij je kring. Waarom? Mijn broeder bij je kring. Waarom? Mijn suiker bij je kring. Samen meneer Rutte komt doen, ja. Mensen pinaren. Mensen pina en anotori weet je toch, smaai pina echte. Smaar om een paar dressie en de atozo schuld of de zuster. Afijdig, het kan toch niet, kinderen gaan toch dood. Die hoor me 19 miljoen ja, die ik vertel mooi verhaal ja. We begeren. Ja, met Rutte. Ja, meneer B, de kar meneer B, baas crimineel.
dat meneer B moest jaren in de assemblee. Dat ik als vicepresident voor Suriname crimineel, dat ik kon naar mijn kondre. Hé, laat het op rood aan. Ik wil het verhaal vandaag hier horen, de poort is van ja. Leiden Bos was een Creool. De samenleving is in zijn totaliteit op straat gekomen, ongeacht etniciteit. Ronald Venica, die voor een stabiele economie gezorgd heeft in Suriname. Het volk is op straat gekomen in zijn totaliteit. Onze ex-president en ex-vice-president. Het volk is tegen hen op straat gekomen in zijn totaliteit, ongeacht etniciteit. Nu worden jullie gesakkerd. Baby's sterven alsof het een feestje is. Geld vermist gewoon uit de centrale bank van Suriname. En toch blijft het volk maar lekkertjes op zijn sloffen thuis zitten alsof het gewoon orde van de dag is. En als er 100 keer gefraudeerd in de afgelopen 2 jaar, zijn er 100 commissies ingesteld. Werken ze gratis of worden ze betaald? Dus bij wijze van spreken is dat voor mij geen protest. Ik zei, het is gewoon kom aan Kandra, ik wil gewoon zien. Alaf sma deja, toch? Je ziet Abram Tijari, toch? Want dat is komen weg te vallen. Een lobby vallen weg. Dus mina een lobby mekaar kon bakken, toch? Ik had niet verwacht dat het in duizenden zou gebeuren, toch? Ik heb dat wel voorgesteld, toch? Ik was erop voorbereid. Ik dacht, mina, kom je toch menig te jouw massa? Ik heb me daarop ook niet voorbereid. Je zei je toch? Een message give me belangrijk. Je ziet wie weet wat het is, wat liefde inhoudt, wat liefde betekent, verbroedering. Wat zou nu uw oplossing zijn? Geleerd hebben van uw fouten, want u zegt zelf, we hebben fouten gemaakt. Geleerd hebben van uw fouten. Meneer Bouters heeft gezegd, hij gaat het anders doen. Dus nee, meneer Bouters heeft gezegd, hij gaat het anders doen. Wat gaat er nu over, meneer Bouters? Wat gaat u anders doen? Ik wil niet zo met praten. Wat? Zal u die vraag aan Chan? Hij wil niet zo met Chan stellen. Ja, je kan nooit kritisch zijn. Hij wil Chan vragen, Chan is de president. Meneer Bouters heeft gezegd, hij gaat het, wil het beter doen. Hoe gaat hij het beter doen? Maar ik heb u net uitgelegd dat de eerste van de rol is met het heeft hoge prioriteit binnen de organisatie. Heeft u die oplossingsmodellen aangeboden? Wel, als de mensen niet willen luisteren. Als de mensen niet willen luisteren. Moet je die Onze voorzitter gaat om van Nationaal Dialoog. Willen ze wat pakken? Nee toch? Ze moeten naar huis. Is de tijd nu rijp voor een nationaal dialoog? Liever te laat dan nooit. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de middelen? Je zei bij de meisjes, ik nou, die gasten, ze hebben geen zin in leren. Je zei bij, en dat is het probleem. Wat oplossing dit? Het is zo makkelijk opgelost. Maar die gasten zijn koppig. Omdat waarom? De mannen gaan zijn nummer 1 keer, me make money. Je zei bij de, en je mag geld nooit boven je houden. Omdat dat jou gaat, money om ik je vader. Heb eens liefde. Weet hoe je met de medemens moet omgaan. Toch? En automatisch
word je zo gezegend. Maar het moment je geld boven je houdt, toch? Ja, ga je brokken maken. Hoe een reactie van u op het IMF-programma, welke nu uitgevoerd wordt? Nou, het IMF-programma, de mensen voelen het alle dag. En ik ben een tegenstander daarvan, omdat het volk verarmt. En je moet niet alleen maar gewoon een tegenstander zijn, je moet ook een alternatief presenteren. Er zijn alternatieven, we hebben het bewezen toen wij gestopt zijn met ons eigen IMF-programma. Wat is het waar u zich nu het meest om zorgen maakt? De verdere verarming als de koers. Welke we 3-4 maanden geleden predict hadden dat het richting 28 zou gaan. De koers. Als de brandstof verder omhoog gaat. Iemand zei me even in de leven of zei me vandaag. Ja, oliekrim, wat kan je doen? We moeten daar een halt aan roepen. Wanneer een rover gewoon op FB komt en zegt. Ik word gedwongen om te roven, want ik ben Jimmy Frona op Xinjiang. En dan was boos aan die, maar dan was reality aan die kon tappen. Dan vind ik een lukbaar, maar ik laat ze liever bij. Ik vraag vooral naar de twang aan de fiets. Dus we moeten leven in een vreselijk moeilijke tijd. Ik heb dit verhaal. Eergisteravond aan de president voor Godon. Miano Amang, Misa Wansani. Dus even hier, dat met de president. Bedankt, president. Die is opzij. Takanga volk. Melissa naar Guyana, Melissa Venezuela, Melissa buitenland, Melissa Oekraïne, Melissa. Yo, Barbara, Fino, Barbara, en Fire, Barbara. Niemand heeft beantwoord, alles gaat in een soort commissiepot met een deksel, nooit moreren, man, Sani. Een paar dagen geleden zei hij dat hij gesproken met de president. Hoe vaak heeft hij dan gesprekken met hem, als ik mag vragen? Ik, zodra ik behoefte heb. Ik heb 6 keer de vicepresident gebeld. Hij vond het niet nodig om te komen, ik wilde hem het systeem uitleggen wat A20 teweeg had gebracht. De zevende keer is hij gekomen. Wat ik wil zeggen. Ik praat met VAP, ik praat met ABOB, ik praat met A20. Ik praat met Huis van Bewaring, HVB. Met Takanga Beb, met Takanga Lamang, heb ik een leven om een bijdrage. In het horas aan gisteren, je weet goed, zie ik het goed of zie ik het niet goed? Heb je commentaar erop, schiet erop, ay, mijn beluk en zo, met pas hem tien zo aan. Ik probeer mijn best te doen. Ja, heer Bouterse, waar zijn we nu van het schaakspel? Ook aan Chan. Ook vragen. Die zet is nu bij Chan. Ja, dat is bij Chan nu. Ik wil zien wat hij nou gaat schuiven. Met haar drie bikoloko. Ja. Afas ik waar. Hoe ga ik aan ze kabor? Saptila zit ook. Dat heb ik zo. We blijven gewoon de verrichtingen volgen. Okay. Ik ben u dus zeer dankbaar. Ik ga zeggen, ik ben u zeer dankbaar. Isabi, dat u gekomen bent. En dat is voor mij belangrijk. Ik zit ook naar een NDP'er, ja. Mijn atrobi. Zo, test. De liefde, je ziet dat de liefde aanwezig is. Hoe snel bakken, hè? Is die bakken? Dat is Sarah die nonsens, man. En een brasa. Ik ga rustig naar Wagi. Ik ga 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 naar Wagi. Ik